FC Den Bosch TV wordt mede mogelijk gemaakt door New Heroes, Masita en MM Totaalonderhoud. Wil Boesje, aan zo'n maandagavond de uitwedstrijd tegen Jong FC Utrecht. Eerst maar de vraag: hoe staat de selectie ervoor? Die staat er beter voor dan afgelopen week. Blessures komen terug. Mats komt terug. Oezama komen terug. Dat is wel prettig, ja. Want tegen RXC hadden we een vrij dunne selectie. Maar uiteindelijk hebben we daar uh, een prima wedstrijd gespeeld. Helaas niet gewonnen, wel een teleurstellend resultaat. We hadden graag willen winnen. Zeker de kansen die we gecreëerd hebben. En dan is het jammer dat je niet uh, wint. En het uh, allermooiste was het moment van Bart Biemans op, uh, in de 93e minuut. Ja. Dan verdien je ook niet om te winnen, denk ik. Wat neem je uiteindelijk mee uit die wedstrijd richting Jong Utrecht en richting het verdere verloop van de competitie? Ja, dat we in die, met name in die eigen Kijk, we spelen. Uh, ja, de Kerksee was moeilijk moet ik zeggen. Ze uh, speelden vaak de lange bal van achteruit, waardoor dat hun uh, veel mensen achter de bal hadden. We hebben geprobeerd om uh, zo goed mogelijk uh, te voetballen, op te bouwen. Uh, af en toe zette RFC hoge druk, uh, daar kwamen we uh, soms onderuit, soms niet. Uh, het was een lastige wedstrijd, tenminste het was moeilijker dan uh, tegen PSV. Daar lagen de ruimtes wat meer open, daar konden wij wat meer uh, uh, voetballen. En, uh, uiteindelijk uh, we hebben we meegenomen en in, in de videoanalyse wat we hebben laten zien, met name naar onze aanvallers toe. Dat we uh, betere opties moeten maken en betere keuzes moeten maken in die eindfase. Um, uiteindelijk gaat het net om een uh, balletje. Ja, ik zie die bal van Vossenbelt zie ik nog langs de kruising schieten. Ik zie de actie van uh, Mo Mert zie ik er via de achterlijn. En nog een aantal momenten van Sven Blummel nog. Uh, en, uh, ja, dan denken we, oké, okay, daar mag wel een goal uitkomen. Dat hebben we besproken uh, met de aanvallers. En uh, uiteindelijk moet je daar weer uh, beter in worden. Uh, trainingen zijn daarin uh, wat aangepast. Uh, we hebben niet uh, specifiek nog getraind op. Uh, op uh, techniek en tactiek. Daar hebben we nog tijd voor. Want uh, we hebben pas maandag wedstrijd. En dan uh, gaan we daar uh, zaterdag en zondag aandacht aan besteden. Als we deze week ook nog aanpassen, gezien de temperaturen, oftewel of kou, kun je opkleden. Dus uh, dat hebben we ook gedaan. Nee, we hebben ons zeker aangepast. Uh, we zijn uh, iets meer binnen gaan trainen. We hebben twee keer een, een krachttraining verzorgd binnen. Vandaag hebben we intervaltraining gehad en hebben we dat uh, kort gedaan, maar uh, fel en krachtig. Dus het heeft dan geen zin om uh, uh, anderhalf uur, twee uur buiten te zijn. Dus uh, we hebben een uur en een kwartier hebben getraind en dat is dan ook uh, prettig voor de jongens. En de jongens die sowieso uh, weinig uh, spelen uh, en de reserve zijn, uh, die, uh, die moeten sowieso extra trainen. Dat hebben ze ook gedaan vandaag. Nu speel je uh, maandag op Natuurgras. Uh, de omstandigheden zijn er deze week niet na. maar jij een trainer die daar anders wel rekening mee houdt in zijn voorbereiding richting een wedstrijd? Ja, ik heb, ik heb in ieder geval zoiets van, uh, kijk, normaal uh, is een speler die adapteert, zeg ik altijd snel. Dus uh, in feite zou een warming-up op het gras zou, uh, in Utrecht uh, voldoende zijn om te wennen aan. Dat geldt ook voor uh, een bal van Ajax bijvoorbeeld, waar de bal anders is. Uh, ga je van tevoren uh, ga je daar op uh, ons uh, gras uh, trainen, dan is dat gras ook weer anders dan in Utrecht, dus daar heb je ook mee te maken. Uh, ik weet van een aantal spelers dat hij het wel prettig vindt om even op gras te trainen. Maar ja, nu is het beter om op kunstgras te trainen met de kou. En uh, de grond is keihard. Dus uh, ja, zeg het maar. Uh, we hebben een aantal uh, voorbereidingen gehad uh, uh, naar wedstrijden toe waar je ook op gras moest spelen. En op kunstgras dus uh, En dan zag ik ook geen verschil in de wedstrijd. Dus uh, nee maar goed. Het zit ook een beetje in het uh, tussendoortjes, denk ik. Nu is het wel fijn om kunstgras te hebben met deze omstandigheden. Dat, uh, dat denk ik wel, ja. ja. Uh, nog even terug naar de geblesseerde. Uh, Luc Brouwers, wel minder nieuws. Ja, minder nieuws, omdat natuurlijk uh, we een uh, zware uh, blessure verwachten. Uh, maar die zware blessure valt mee. Uh, het is niet een kwestie van maanden, het is niet een kwestie van weken. En, uh, de kruisband uh, die beschadigd is, die is uh, gunstig beschadigd, uh, die is uh, ingescheurd. En uh, de meniscus is, is gehecht. Dus uh, dat is een kwestie van uh, zes tot acht weken herstellen. Terwijl als je een kruisband afscheurt, of, dan is het uh, vaak uh, zes maanden en nog veel langer. En, uh, dus uh, hij was opgelucht, wij waren opgelucht. Dit seizoen wordt het sowieso niks meer. Uh, hij kan zich volledig focussen op uh, de voorbereiding van uh, komend seizoen. Ja, dat bedoelde ik met name van het seizoen voorbij. Maar als je kijkt naar ja, de angst die er was, valt dat uiteindelijk mee inderdaad. Ja, klopt. Ja. Uh, Matthias Andersson, die viel geblesseerd uit in de thuiswedstrijd tegen RKC. Hoe staat het met hem? Uh, goed, dat gaat goed. Hij had een lichte hersenschudding. Dus hij heeft twee, drie dagen plat gelegen. En Die is langzaam weer uh, beginnen te wandelen en uh, fietsen. En uh, vandaag heeft hij voor de eerste keer heeft hij weer uh, looptraining uh, gedaan. Uh, daar uh, moet je altijd afwachten van wat is daar de reactie van. En uiteindelijk ging uh, met de fietstraining uh, en de looptraining ging het goed. Hij had wel nog uh, in de eerste loop, uh, of wandeltraining, had hij uh, hoofdpijn. Dus toen hebben we ook meteen ingegrepen en gezegd van ja, uh, dat heeft geen zin. Dan gaan we naar huis. Zorgen dat je nog uh, in bed gaat liggen en plat gaat liggen. Want uh, voor jonge spelers is het natuurlijk uh, niet goed als je hoofdpijn hebt en daarmee blijft doorgaan. Dan kun je je hele leven last van hebben. Dus dat willen we niet. En uh, zeker niet ook bij hem, omdat hij ook uh, een Juventus-huurling is. Um, probeer dat zo goed mogelijk te begeleiden. Maar uh, het gaat nu zonder hoofdpijn gaat het, uh, prima. Uh, hij begon in de wedstrijd tegen RKC als rechtsback. Uh, Mats Dijlen is weer terug. Jordi van der Winden. Twee wedstrijden schorsing. Eén uh, voorwaardelijke wijn, maar twee wedstrijden schorsing. Is de linksback positie je grote pijnpunt op dit moment om over na te denken? Of in gedachten ben je eruit? Ja, bij een gedachte. Nou, we hebben Kareman, he? die is uh, linksback en uh, die is nu langzaam uh, kijken, of langzaam, een tijdje, drie weken, vier weken mee in trainen. Is gewend aan de groep, is gewend aan de belasting. Dus uh, die is uh, fit. Dus uh, in feite gaat, uh, gaat hij daar spelen. Nou, en heeft ook wedstrijd nu te gemaakt in Jong FC? Ja, hij heeft de drie wedstrijden gespeeld, in jong in het begin nog wel moeilijk, even wennen. Maar de laatste wedstrijd heeft hij prima gedaan. Ja. Uh, waren de afgelopen dagen wat extra rust, vrijdag gespeeld, nu aanstaande maandag weer. Met het oog op, daarna vier wedstrijden in twaalf dagen. Kwamen die paar dagen extra rust de ploeg goed uit? Ja, ik heb met name heel veel moeten differentiëren in mijn training. Omdat er een aantal terugkwamen van blessures. Uh, een aantal spelers hadden blessures. Uh, een aantal spelers hebben natuurlijk uh, 19 minuten gespeeld. Andere spelers hebben geen 19 minuten gespeeld die wel fit zijn. Dus uh, je moet in je training deze weken uh, week, daar rekening mee houden. We hebben ook vandaag rekening mee gehouden met de intervaltraining. Een gedeelte heeft anders gedaan dan, uh, dan de anderen. En uh, uiteindelijk hebben we een hele lange voorbereiding naar, naar uh, Jong uh, Utrecht. En dan uh, maak ik er ook gebruik van om in ieder geval uh, iedereen heel huids door die week heen te loodsen. En te zorgen dat de belasting aangepast is. Maar wel, uh, wel goed. Uiteindelijk moet je altijd kwaliteit leveren op, uh, op trainingen. En uh, we hebben morgen vrij een extra vrije dag in uh, gelast. Omdat het anders vanaf maandag een erg lange week wordt. En dan hebben uh, we zaterdag en zondag voor de technisch tactische training. Wat verwacht je voor wedstrijd in Utrecht? Ja, ik weet niet wat ik moet verwachten van uh, Jonge FC Utrecht. Want uh, ze hebben de laatste tijd uh, geloof ik 22 of 23 spelers gebruikt. Dus uh, ik weet ook niet exact wie gaat spelen. Dat is altijd met die jonge elftallen. Dan vind ik het ook niet zo belangrijk om uh, daar uh, druk over te maken. Want we moeten ons druk maken over ons eigen elftal. En uh, uiteindelijk moeten wij ons niveau halen van uh, tegen Jong PSV. En uh, zorgen dat we weer wedstrijden gaan winnen, want uh, dat is wel essentieel. We komen nu in een fase waar het om de knikkers gaat, zoals ze het zeggen. En uh, uiteindelijk uh, gaat de komende fase, nou ik denk drie, vier weken, zal bepalend zijn of wij inderdaad recht hebben op uh, deelname van de uh, playoffs. En uh, daar moeten wij ons in bewijzen met z'n allen. Dus niet alleen uh, ontwikkeling op het veld, maar de komende week ook mooie mentale stappen maken in deze wetenschap. Winnen is nu wat telt. Ja, dat uh, hebben we vorige keer aangegeven bij de businessclub uh, van FC Den Bos. Uh, uiteindelijk is talentontwikkeling leuk, maar het gaat om winnen. En ook winnen is een belangrijke factor in uh, talentontwikkeling. Want uiteindelijk is het uh, vertrouwen krijgen uit winst is, uh, heel belangrijk om in ieder geval gemotiveerd te blijven, om jezelf uh, te blijven prikkelen. En dat geldt uh, voor de hele club, dat geldt voor, voor onze staf ook en uh, zeker voor de ook. Succes aan maandag. Dankjewel. Kees okay, Jameskerk, aanstaande maandagavond Duitswedstrijd wedstrijd tegen jonge FC Utrecht. Uh, hoe heb je de trainingsweek deze week ervaren? Was het aanpassen, gezien de omstandigheden? Uh, ja, het was zeer koud uh, vandaag, voelde temperatuur van min 15. Nou ja, dat is natuurlijk drie keer niks. Maar uh, ja, we hebben iets meer binnengetraind en uh, goed, dat is uh, denk ik ook uh, fijn dat de trainerstaf uh, zich ook aanpast daarin en uh, voor ons ook wel lekker. Is het voor jou als keeper dan extra lastig? Want je staat toch wat vaker stil. Uh, tijdens een training, als ze niet aan jouw kant van het veld zijn? Uh, nou, we hebben gelukkig geen grote partijen gedaan, alleen maar kleine partijtjes en uh, het team is goed in vorm, dus ze krijgen genoeg ballen op doel. Aanstaande maandagavond, ik vroeg het net ook aan Wil Boesche, weer een wedstrijdje een keer op Natuurgras. Speelt dat in jouw voorbereiding mee? Um, ja, een beetje wel. Ik denk dat ik samen met de keepstrainer af en toe, uh, voordat we dat soort wedstrijden hebben, ga ik de dag van tevoren even met hem het gras op om uh, even het gevoel te krijgen over de trappen en, uh, en het vangen. Het is toch even anders en, uh, Oh, goed, verder uh, doe ik me niet heel anders voor doorrijden. Gezien de omstandigheden nu, ga je in deze dagen nog het gras op of het heeft geen nut gezien de vorst? Nou, Even kijken of het dit weekend iets minder wordt. En dan, uh, als ik zondag heel even het gras op kan, dan uh, proberen we het. En anders dan uh, zien we het maandag wel. Wil Boeser zei ook al, uh, het is money time. Oftewel de tijd uh, dat er uh, punten geoogst moeten worden richting de play-offs. Die is nu aanstaande. Ja, klopt. Nu is het serieuze werk. En uh, de punten of de prijzen worden verdeeld aan het einde van het jaar en dat, uh, dat die periode begint nu. Dus we moeten nu uh, met z'n allen gaan knokken uh, om een plek bij die play-offs te halen. En ik denk uh, dat als we blijven spelen zoals we doen, en uh, dan ook echt uh, de kans gaan afmaken dat we dan uh, wel daarbij kunnen staan. Ja. Aanstaande maandag, succes. Uh, ik, ik wil je nog met één statistiek confronteren. Uh, en jij bent dan bij al die wedstrijden waarschijnlijk aanwezig geweest. Van de laatste 14 uitwedstrijden op maandagavond wonnen we er nog geen enkele. We speelden of we speelden uh, we elf keer, speelden drie keer gelijk. Maandag maar is tijd om aan die statistiek een einde te maken. Ja, laten we dat maar doen. Succes maandag. Dankjewel.